Nog altijd worden op paarden en veemarkten oeroude tradities gehandhaafd. Zo wordt er veelal nog op handslag verkocht. En ook de gewoonte om de koop contant te betalen bestaat er nog steeds. Maar op tal van andere terreinen wordt de contante betaling meer en meer vervangen door het girale geldverkeer. De bankcheck en de girobetaalkaart, die door steeds meer mensen gebruikt worden, zijn ingeburgerde betaalmiddelen geworden. De postcheck en girodienst heeft twee kantoren, één in Den Haag en één in Arnhem, waar de afboekingen en de bijschrijvingen plaatsvinden. Elke dag worden hier honderdduizenden giro-enveloppen machinaal geopend, waarna ze met de hand worden gelezen. De inhoud wordt gesorteerd op kaartsoort. Overschrijvingskaarten, accept-girokaarten, cashchecks, girobetaalkaarten. De kaarten komen vervolgens terecht in een codeercentrum, waar ze volgens een bepaald systeem voorzien worden van ponsgaatjes. In een razend tempo ponsen de codeersters de bedragen en de rekeningnummers van de begunstigden in de kaarten. Een essentiële handeling die het mogelijk maakt die gegevens mechanisch en elektronisch te verwerken. Elke dag worden zo alleen al in Arnhem gemiddeld meer dan 1 miljoen opdrachten behandeld. De gecodeerde gegevens worden nu via zogenaamde inleesmachines met behulp van een foto-elektrische cel omgezet in magnetische impulsen. Die worden vastgelegd op een magneetband ter verwerking door de computer. Dat gebeurt met een snelheid van 1000 kaarten per minuut. Dit modernste computerpark van Europa is ondergebracht in een geclimatiseerde ruimte. Op zogenaamde schijvengeheugens zijn alle vaste gegevens van de meer dan 3,5 miljoen rekeninghouders vastgelegd. Zoals naam, adres, woonplaats en saldi. Het geheel wordt bestuurd vanuit de centrale verwerkingseenheid, waar de opdrachten aan de verschillende computerkanalen zichtbaar gemaakt kunnen worden op een beeldscherm. Zo vinden dagelijks honderdduizenden betalingen en ontvangsten plaats, zonder dat er een bankbiljet aan te pas komt. En dat is vooral in deze tijd een veilig gevoel. Het geautomatiseerde proces wordt voltooid met het drukken van de dagafrekeningen, paarsgewijs 300 per minuut. Als bij deze afrekeningen geen bijlagen behoren, dan worden ze machinaal in enveloppen gestoken die in dezelfde werkgang worden dichtgeplakt. Voor het insluiten van bijlagen is echter nog geen bevredigend automatiseringssysteem gevonden. Dat gebeurt daarom nog met de hand. Zij het toch ook knap snel. In een eerder stadium zijn intussen alle kaarten en dagafrekeningen voor het archief op microfilm vastgelegd. En uit deze administratie van de giro kan elke willekeurige boeking direct worden opgediept en gereproduceerd. Maar een saldo tekort zoals hier zal bij de postcheck en girodienst met zijn 3,5 miljoen klanten niet zo gauw voorkomen.